Hallo allemaal, ik ga vandaag een cocktailmix maken met agar-agar. Dit is die agar-agar, die gele zit hierin. Ik ga die groene hierin zetten. Ik ga drie kleurtjes maken. En kijk, als die kleur een beetje licht is, dan heb ik ook kleurstof. Ja, dit is rood. Maar hierin ga ik rood zetten, dus drie kleurtjes. Je mag ook andere kleuren gebruiken. En dan ga ik ook een beetje kleurstof erbij zetten. Een klein beetje van die suiker. En een klein beetje van amandelessence. Kijk, nog een beetje kleurstof erbij gegooid. Niet te draaien. Een klein beetje amandelessence, een klein beetje suiker zet ik. En dan gaan we op de gas zetten totdat het begint te boilen. Gas aan. Als het geboild is, dan gaan we op een platte schaal zetten. Oh ja, belangrijk om te weten hoeveel water je erin moet zetten. Niet veel water, in één pakje agar-agar kan je iets meer dan half liter water, of half liter, dan wordt het stevig. Als je iets zachter wil, dan mag je 3/4 liter, dus iets minder dan 1 liter. Gewoon, ik heb gewoon iets meer dan half liter gezet. Zoals je ziet is hij nu aan het boilen. Nu gaan we in een platte schaaltje zetten. Deze platte schaal. Om af te koelen. Oké, zoals jullie zien is het stevig vast. Dan gaan we hem snijden in blokjes. Zo, kleine blokjes, grote blokjes, zoals je zelf wilt. Hallo allemaal, vandaag ga ik cocktail maken. Hiervoor heb ik nodig een likeurtje. Dit is van watermeloen, dus gewoon 6%. Voor de smaak van het watermeloen, lekker. Ik heb fruit, je kan ook blikjes fruit gebruiken. Ik heb ook druiven hier. Ik laat jullie even zien zo. Druiven in blikjes heb ik. Gewoon deze gesneden fruit. Een gesuikerde melk ga ik zetten. Die agar-agar had ik al gekookt met de kleurstof. En het is afgekoeld. Ik heb het al in stukjes gesneden. Dus gaan we alles mengen. Like en share. Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Vandaag ga ik cocktail maken. Ik heb die agar-agar eerst gekookt. Bijna iedereen weet wat agar-agar is. Die pakjes dingen. Ik heb die pakjes weggegooid. Maar ik had in een eerder video ook laten zien. Die agar-agar had ik in iets meer dan halve liter water gekookt. Met kleurstof. Je kan ook een beetje suiker erin zetten. Vanillesuiker. Een beetje amandelessence. Ik heb ook een videootje gemaakt. Dus nu ben ik die agar-agar aan het snijden. Ga ik in blokjes snijden. Nu is het afgekoeld. Dus als het al geboild is, die agar-agar, als je al gekookt hebt. Als het al geboild is, kan je die agar-agar zo in stukjes, in blokjes snijden. Kleine blokjes, grote blokjes, hoe jij zelf handig en lekker vindt in je cocktail. Ik doe het gewoon normale blokjes zo. Heb ik gesneden. Ik heb groene kleur. Ik heb hier rood. En ik heb geel. Dus nu gaan we alles mengen. Ik had mijn handen al gewassen. Maar ik ga een lepeltje pakken. Even kijken. Dus we gaan mengen. Je ziet die agar-agar. Ziet zo lekker uit. Ik ga cocktail ervan maken. Mijn stijl cocktail. Ik laat jullie zien. Weet je hoe lekker het is in dit weer? Wat is dat? Vraagt Joycelyn. Ik ga cocktail maken. Hiervoor heb je nodig die agar-agar dus. Heb ik al gesneden. Het is al afgekoeld. Ga ik alles in gewoon mengen. Die fruit ga ik ook mengen. Ik heb blikjes fruit. Kan je gebruiken? Blikjes fruit zet ik erin. Of ja, deze kuipjes heb ik vandaag. Ik heb een blik. Je kan ook stukjes peren. Van die blikjes. Ik heb druiven vandaag. Ook lekker. En
gesuikerde melk. Goedemorgen Marta, welkom, welkom iedereen, welkom. Heel veel liefde en positiviteit voor jullie allemaal. Gesuikerde melk heb ik hier. En als je, je kan ook zonder alcohol zetten, hierin zit wel 6%, 6,9. Dit is watermeloensmaak. Er zijn verschillende smaken. Je kan ook Pancho Cuba zetten. Je kan ook Malibu zetten. Je kan ook Passoa zetten. Maar ik ga deze gebruiken. Dit is Raffini watermeloen cocktail on ice staat hierin. Maar dit ga ik in mijn cocktail zetten. Dus ik laat jullie zien. Ik doe die fruit alvast erin. Gewoon met die water en al. Doe ik erin. Ik ga even die telefoon zo doen. Zodat jullie beter kunnen zien hier beneden. Dus even. Die fruit ga ik erin zetten. Ja, nu kunnen jullie beter zien wat ik allemaal erin zet. Dit zijn die stukjes agar-agar wat ik gewoon die agar-agar in water heb gekookt. Met een beetje suiker en als het geboiled is, heb ik hierin gezet. In een platte schaal kan je zo zetten om af te koelen. Toen het afgekoeld was, heb ik hem gesneden in stukjes. Fruit gaat erin. Je kan blikjes fruit gebruiken. Ik heb die kuipjes vandaag. Ik heb die blikjes druiven ook hier. Blikjes druiven vind ik ook lekker erin. Gewoon met die water en al. Gewoon met die sap. Die sap van die fruit, hè? Dat is lekker. Kijk, hierin, in deze fruit, zit ook perzik en zo. Ik weet niet hoe dit niet open gaat, wacht. Sommige gaan zo moeilijk open, weet je. Oké, fruit zit bijna allemaal erin. Sommige gaan niet open, man. Dit ga ik ook erin zetten. Jij bepaalt zelf hoeveel je zet. Ik ga niet heel veel zetten. Gewoon zoiets. Anders raken die mensen dronken. Want ik ga bij mijn moeder meenemen. Straks. Gesuikerde melk gaat erin. Ik doe meestal een hele blik omdat het veel is. Die agar-agar en zo. Zet ik, gooi ik gewoon die hele blik erin. Er zit nog erin. Dadelijk ga ik alles weghalen. Zo'n beetje mengen. Ik laat jullie alleen zien hoe ik het meng. Dus die groene had ik ook hier een beetje. Heb ik al gesneden. Die gele heb ik nog hier. Die gele agar-agar wat ik gekookt had. Nu is het afgekoeld. Heb ik alles gesneden. Oh, hier heb ik nog fruit. Zo ziet het eigenlijk eruit. Ik heb alles al gemengd. Nog een fruit hier zie ik. Nog een kuipje. Er zit kersen en perziken hierin. Kijk. En dan gaan we goed mengen. En is de cocktail klaar. Jij bepaalt zelf hoeveel van die liqueur je zet, hoe zoet je wilt. Ik zet gewoon een hele blik. Hele blik van die gesuikerde melk. Ik heb gezet. Hoe ik het heb gemaakt, laat ik jullie even zeggen. 1 blik van die witte druiven heb ik gezet. Zo 6 kuipjes van die fruit. Of 2 van die blikjes fruit kan je ook zetten. 3 pakjes agar-agar heb ik gekookt, geboild, afgekoeld en gesneden. 1 blik gesuikerde melk. En iets minder dan de helft van die liqueur heb ik gezet. Iets minder dan de helft. Dus een kwart heb ik gezet. En dan ben ik nu aan het mengen. En ik ga even proeven. Gaan we even gelijk proeven. Echt die meloen, die smaak van die meloen proef je echt. Het is zo lekker. Moeten jullie eens proeven. Het is echt lekker. Het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk en lekker. Kijk, als je een feestje hebt of zo, dan kan je ook maken. Dank jullie wel voor het kijken. Ik ga niet te lang live.
Maar dit was het eigenlijk. Ik ga nu een videootje maken, ga ik ook op TikTok plaatsen. Dank jullie wel voor het kijken. Heel veel positiviteit, heel veel liefde voor iedereen. En dank jullie wel allemaal die mij volgen. Dank jullie wel voor jullie lieve mooie reacties ook. Een mooie gezegende dag wens ik jullie allemaal. Nitesh, Jugan, Usha. Ja, het is cocktail, Usha. Zarina, Noor, Mohammed. Zoveel mensen kijken. Oh, zo. Zo, ja, het is cocktail en het is lekker. Cocktail met agar-agar, fruit, gesuikerde melk, een likeurtje. En ja, blikjes fruit eigenlijk. Heerlijk. Ja, ik ga dit zeker opslaan. En ik ga ook op TikTok plaatsen. Op mijn YouTube kanaal ook. Kunnen jullie me ook volgen op, onder mijn naam Sonya Sonit. Dank jullie wel allemaal. Een mooie zaterdag. Hallo allemaal, ik ben er weer. Ja, ik was even live op mijn keukenpage op Sonya Kitchen. Daar heb ik die recept opgeslagen. Ik ging laten zien hoe ik het maak. Dit is die cocktail wat ik heb gemaakt. Wat ik erin heb gezet. Die agar-agar had ik gekookt. Geboild met meer dan iets van meer dan de helft van water. Als het gekookt was, heb ik het laten afkoelen. In stukjes gesneden. Kijk, hier heb ik nog over. Eén blikje druiven van die kuipjes of blikjes, twee blikjes van die fruit kan je gebruiken. Drie pakjes agar-agar. Eén blik gesuikerde melk. En een kwart van die likeurtje. Dit is millensmaak. Erg lekker. En dat allemaal ga je mengen dan. En dan wordt het tot zo een lekkere cocktail. Dank jullie wel. En voor het recept kunnen jullie op Sonya Kitchen kijken. Ook op mijn YouTube kanaal. Dus op Sonya Kitchen Facebook. Op mijn Facebook page Sonya Kitchen. Oké mensen, dit is het geworden. Cocktail. Heerlijk. Met blikjes fruit. Druiven, een blikje gesuikerde melk, agar-agar had ik gekookt, afgekoeld en stukjes gesneden, een likeurtje van watermeloen voor cocktail, alles heb ik gemengd en dan is het dit geworden.